Ik dacht, bingo, dit is het. Dit is precies wat ik mis in mijn werk, maar ook gewoon privé. Ik was meteen verkocht. En dat had te maken met dat voor mij precies de puzzelstukjes waar ik steeds tegenaan liep, op hun plek vielen. Past Reality Integration. De door Ingeborg Bos ontwikkelde therapie gaat ervan uit dat wij als volwassenen de wereld zien door de bril van de afweermechanismen die wij als kind ontwikkelden. Toen zorgden deze mechanismen ervoor dat we de pijn niet hoefden te voelen. Nu zorgt het juist voor extra lijden, omdat het onze waarneming sterk vertekent. We leven in een illusie. Ik sprak met Gitta en Nienke, die de kracht van Pri leerden kennen. Ik was benieuwd waarom zij ermee begonnen waren. Schuldgevoel ten opzichte van mijn kinderen heeft mijn hele relatie met hen vanaf het allereerste begin gekleurd. Ja. En dat vond ik zo erg, zo erg. Hoe leuk het ook was, of hoe goed het ook was, dus daar liep ik tegenaan. Ja. Je loopt dus werkelijk vast in je strategie. En dat weten mensen wel, want ze hebben er last van hoe ze doen. En van hun boosheid of van hun eeuwige hoop op weer een andere baan, of weer een andere partner, of weer weet ik veel wat, et cetera. En dat werkt gewoon niet, dat weten ze wel, maar ze blijven het maar doen. Je bent je dus als volwassen mens eigenlijk niet zo bewust wat de drijfveren uit je jeugd waren. Hè? Dus eigenlijk de pijnpunten uit je jeugd waarmee je dus nu nog te maken hebt. Want het lijkt wel alsof je emotioneel elke keer je jeugd aan het beleven en herhalen bent, terwijl je dat helemaal niet weet. En dat maakt ook dat je geen grip lijkt te hebben op de dingen die gebeuren. Ik denk het belangrijkste van PRI is voor mij dat het onderbewuste, het onbewust handelen eigenlijk en reageren op dingen bewust wordt gemaakt. Het is dus belangrijk om je kindstrategieën te herkennen. Maar wat doe je daarna? Omkeren betekent eigenlijk dat je via die strategie terugkeert naar de oude pijn die eronder zit. En dat doe je doordat je gaat opmerken dat die strategie opkomt iedere keer als er iets in het heden jou kennelijk zo raakt. Mijn indruk was dat omkeren en je pijn opzoeken niet de meest leuke bezigheid is. Ik legde dit aan Gitta en Nienke voor. Bang zijn voor iets en niet durven doen wat je eigenlijk graag zou willen doen of ervan weggaan, dat is pijnlijker dan die onbewuste pijnlijke ervaring op te zoeken en in het heden te beleven. Want je beleeft het met je volwassen persoonlijkheid. En die kan wel weg. Dat is eigenlijk het wonderlijke. Dat je dus werkelijk door het proces begint te merken dat je echt last hebt van die afweer en niet die pijn. Afweer is als mechanisme interessant en daarna niet meer. Ja. Je wilt er gewoon van af. Ja. En als je daar van af bij bent, ervaar ik zelf, dan gaat er een wereld voor je open. Ingeborg is natuurlijk zeer bepalend voor het succes en het verspreiden van dit werk. Wat voor iemand is Ingeborg eigenlijk? Ja, is gewoon een leuk mens. Is gewoon een leuk mens, ja. Gewoon heel vriendelijk, leuk mens. Ja. Het is wel iemand die het onderste uit de kan haalt. Mijn indruk was dat het doorwerken van je verleden best veel inspanning vraagt. Dan is het ook leuk om te weten wat het oplevert. Ik vroeg laatst aan haar, dat vind ik ook leuk, van, goh, wat is er voor jou veranderd nu ik dit ben gaan doen? Want zij is 10, ze kan het zeggen. Zij zei, nou mam, je bent helemaal niet meer zo boos. Überhaupt niet meer zo boos. Je luistert veel beter en je ziet mij. Gewoon omdat ik echt van binnenuit de zin heb om uitdrukking te geven. Oh, nou, gewoon, bij mij gaat het over liefde. Ja, dat klopt precies hetzelfde. Nou, zeg. Dus het is natuurlijk een verhaal wat alle ouders zouden moeten weten.